Demi van Oosten, ik kan me voorstellen dat er heel veel emoties na deze handhaving door je lichaam gieren. Ja, zegt dat wel. We verliezen eigenlijk gewoon heel dik, maar we handhaven wel in de league. Dus ja, ja, blijdschap overheerst wel echt onwijs gewoon. Laat ik dat zo voorop stellen. Ja. 10 treffers verschil. Deden jullie het er gewoon om? Nee, zeker niet. Nee, ja, wij gingen de wedstrijd in met, ja, we willen gewoon winnen. Want als we zouden winnen en DOS verliest, dan eindigen we 7e. Nou, dan zijn we echt ver boven onze verwachting eigenlijk geëindigd in de league. Dus wij wilden er ook echt vol voor gaan. Maar wel in ons achterhoofd dat we niet te snel moeten spelen, niet te snel kansen moeten nemen. Omdat ja, we beginnen wel met 10-0 voorsprong. En ja, het eerste doel is gewoon om te handhaven. En het tweede doel is om 7e te worden. Maar goed, het was niet best aan jullie kant vandaag. Nee. Het was, dat is nog een understatement. Het was erg slecht zelfs. Maar ja, uiteindelijk is het resultaat al telt en dan verlies je wel 10 doelpunten verschil. Maar we handhaven wel en DVO kan nu de playdowns in. Dus... Ja, maar hoe verklaar je dan dat het... Ja, je kan het eigenlijk alleen maar verkeerd doen met deze stand voor jullie dan. Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel. Je begint gewoon 10-0 voor. Dus ja, en je verliest uiteindelijk met 10 punten verschil. Maar ja, ik weet uiteindelijk eerlijk gezegd niet waar het aan lag vandaag. Zenuwen of we gingen gewoon slecht de wedstrijd in. En we kwamen er eigenlijk niet meer bovenop. Nadat zij nog een klap uitdeelden naar rust. En dat is wel heel jammer om het misschien zo af te sluiten. Maar we zijn gewoon gehandhaafd. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Jullie hebben het gewoon geflikt als debutant. Ja, zeg dat wel. En ja, ik ben echt heel trots op het team dat ons dat is gelukt. Het is gewoon eigenlijk een heel erg zwaar seizoen als promovendus. En ja, wij zijn ook tegen heel veel dingen aangelopen. Wat voor frustraties zorgt. Maar uiteindelijk staan we er wel. En hebben we het gewoon gered. Als promovendus zijn we gewoon 8e geworden. Waren die frustraties dan ook vanavond hier? Ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk nog wel meeviel, ondanks dat we eigenlijk de hele wedstrijd achter stonden. Maar ja, het was eigenlijk gewoon een beetje tam vandaag. En het leek alsof zenuwen overheersten. Maar ja, daardoor hebben we denk ik 10 punten verschil verloren. Met wat voor gevoel kijk je terug op dit seizoen? Uiteindelijk hebben we gewoon eigenlijk een heel goed seizoen gedraaid, omdat we dus direct zijn gehandhaafd. Natuurlijk kan het bij bepaalde delen in het seizoen hadden beter gekund. Maar ik denk dat we als promovendus dat we het echt super goed hebben gedaan. Dat we echt trots mogen zijn op wat we neer hebben gezet dit seizoen. Ik zou nou zeggen, neem een lekker drankje op, maak een groot feestje van en zorg ervoor dat je morgen een kater hebt. Ja, dat komt wel goed hoor. Dat gaat zeker gebeuren.